in het eerste nacht niet meespelen. G-Challenge, wat is dat precies? Dat is een toernooi voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. En het wordt dit jaar voor de 7e keer georganiseerd. Welke doelgroep is dat precies? Kan je me dat meer over vertellen? Het kunnen kindjes zijn met syndroom van Down of met een andere afwijking die niet altijd zichtbaar is. Maar het zijn inderdaad kinderen die verstandelijk beperkt zijn, op wat voor manier dan ook. Vindt u het een beetje leuk? Ja, hij vindt het leuk, ja. Ja? Ja. Welke positie heeft hij? Ja, meestal achterin, maar eigenlijk overal wel een beetje. De kleine mannetje. Die zijn altijd heel snel, hè, die kleintjes. Ja, hij is wel heel snel, maar dan moet hij eigenlijk wel wat doen. Vind je? Ja. Hij moet beter zijn best doen, of niet? Ja, hij mag wel af en toe beter zijn best doen, ja. Doet hij het ook goed? Ja, ik vind het wel. Alleen hij vindt het wat lastig inderdaad om achter te blijven. Hij rent graag mee in de aanval naar voren. Maar hij doet het uitstekend. Ik ben echt trots op hem, ja. En staat hij ook elke keer aan de zijlijn? Ik sta elke keer aan de zijlijn inderdaad, ja. En ik kijk met plezier. Ook als het weer zoals nu een beetje tegen zit. Welke positie heb jij? Nou, ik zit in de spits, maar ik kan ook in de vleugel of in de aanval. Zo, maar dat is wel heel goed, hè? Ja. Ja? Vond je het leuk om mee te doen? Ja, jammer genoeg hebben we alle wedstrijden verloren, maar ja, ik vind dat het om de lol gaat. We hebben er veel verloren, maar leeftijdsverschil is groot en de fysieke, er zit veel verschil in. Duncan, wat wil jij vragen? Ik hoop dat wij het zijn. Wat wij het? Ik hoop dat wij de beker krijgen. Ja, ik denk het niet, want de anderen die hebben net iets meer doelpunten gemaakt dan wij. Hoe vindt u het om deze kinderen te trainen? Ja, leuk om te doen. Ik denk dat zij heel erg de waardering teruggeven als wij ze zeg maar, laten voetballen. En het zijn allemaal jongens, zeg maar, wij zeggen wel eens met een gebruiksaanwijzing, maar en meiden. Maar ja, ze doen het hartstikke leuk. De beleving is goed. Dus wij zijn er heel erg trots op dat we dit mogen doen. Hoe lang doe jij aan voetballen? Nou, ik zit er pas net nog op en het is best wel leuk. Alleen soms is het winnen en soms is het verliezen. Dat is het leven, hè? Het kan niet altijd leuk zijn, maar je moet gewoon plezier erin houden. Ja. Toch? Anderhalf jaartje of zo. En wat vind je het leukst om te doen met voetballen? Scoren. Ik heb bijna gescoord en het is hartstikke leuk om hier te voetballen. Vooral met onze trainers en ze zijn ook heel aardig en af en toe grapje tussendoor, want altijd stil zijn, dat is natuurlijk niet zo leuk. Zijn ze ook een beetje streng, want dat is ook belangrijk, toch? Ja, wel een beetje als het moet. Ja? Zijn jullie een beetje moe? Dat denk ik ook wel een beetje, maar vooral als wij een aanval hadden en we benutten hem niet, dan gaan de tegenpartij, die scoren dan, want die gaan er dan met de bal vandoor. Ja? We hebben alleen maar verloren. Geeft niet. Het gaat toch om plezier? Ja, maar dat hebben we totaal niet als we nooit scoren. Je bent het enigste meisje, wat vind je daarvan tussen al die jongens? Niet zo erg. Nee? Is het wel leuk tussen al die jongens te voetballen? Ja, want sommige meisjes die zijn wel sterk en stevig en durven wel. Maar sommige meisjes die durven ook niet zoveel en die proberen hun voetje ervoor te zetten. Maar ik vind het wel op zich leuk tussen de jongens. Want dan kan ik lekker met ze lachen en spelen en zo. En kunt u goed communiceren met deze doelgroep? Het gaat hartstikke prima. Het gaat heel sportief. Ik heb er nog maar één het veld uit te hoeven sturen. Heeft hij ook plezier erin? Ik heb hartstikke veel plezier erin. Het had iets beter weer mogen zijn, maar oké. Hoe lang doet hij dat? Hoe lang ik als scheidsrechter? 35 jaar, bijna 36 jaar. Oh, dat is best wel lange tijd, hè? Dat is een redelijke periode, dus ik hou het nog steeds vol en ik heb het nog altijd naar mijn zin. Maakt dat ook niet voor u uit voor welke doelgroep het is? Nee. Ballen is ballen. En plezier is plezier. En fluiten is fluiten. En dat bij alle drie bij elkaar, dan heb je de ideale combinatie. Wat doet het met jou zelf, als je zo iemand voor je hebt? Ik vind het leuk om mensen te helpen. Om ze dan, en zeker op dit soort toernooien. Het is gewoon heel dankbaar werk. Wendy, jij bent de coördinator. Vertel. Ja, ik mag met mijn 17 studenten vandaag ondersteunen. De studenten zijn van de Sportacademie Utrecht. En daar volgen ze de opleiding tot bewegingscoördinator niveau 4. Of sport- en bewegingsleider niveau 3. Zij kiezen dus voor om een jaar lang ervaring en kennis op te doen voor naar kwetsbare doelgroepen. Wat vind jij daarvan?
van zo'n mooie dag? Ja, ontzettend bijzonder. Het is mooi om te zien dat deze doelgroep heel erg gelukkig wordt van zo'n dag. En als je daar een steentje kan bijdragen, vind ik dat erg mooi. Ja.